mensen, tot weer in deze video. Mijn naam is Rudy, het monster. We hebben ook een nieuwe Raad de Piet. Vandaag zien jullie deze, jullie zagen vorige week deze. En dat was inderdaad de hoge hoogte Piet. En vandaag hebben we weer een nieuwe Raad de Piet, een nieuwe zwarte Piet als deze. Wat voor tip kan ik meegeven? Ja, nou, de tip is, hij is van het Sinterklaasjournaal en hij wou een feestje voor Sinterklaas organiseren. En er moesten heel veel van die zwevende dingen bij. En het stuk is een naam verwerkt, dus wie is deze Piet? Laat het onder weten in de reacties of jullie denken dat het is. Hele tijd geleden in het Sinterklaasjournaal dus geweest, voor mij 2010. Of later, of iets eerder, ik heb geen idee precies wanneer. Maar dat, wat weten wie is deze speler dus? Wat kan ik jullie nog mededelen? Morgen natuurlijk de voorspelling van de wedstrijd Volendam Feyenoord. En ook de Westpraat na aflevering zal veranderen naar de Rudypraat na aflevering. Dus in plaats van Wesley wordt het Rudy praat na. Dus ik zou zeggen, houd het kanaal in de gaten. En ik neem dus voor een tijdje het stokje over op dit kanaal. En ik zou zeggen, ja, houd dus gewoon in de gaten. En Wesley gaat heus alweer langskomen. Als hij daar weer zich beter bij gaat voelen. In ieder geval bedankt voor het kijken. En dat zeg ik zo tijdens als nu. Doei!